Zo op het eerste gezicht is dit een doodnormale lantaarnpaal. Maar het geheim zit hem in de voet van de paal. Dat is namelijk een oplaadpunt voor elektrische auto's. Dit is natuurlijk een proef. We gaan kijken of het goed werkt. En op den duur is het inderdaad de bedoeling, als het elektrisch rijden nog meer een succes wordt, om dat inderdaad in andere delen van Den Haag ook te gaan neerzetten. De palen zijn geplaatst aan de Kerketuinenweg in Den Haag. En een van de palen staat pal voor het pand van autodealer Motorhuis. En dat is voor werknemers van het bedrijf, die regelmatig in elektrische auto's rijden, een mooie uitkomst. De lantaarnpalen zoals we hier zien, ja, die zie je eigenlijk overal. Dus wat is niet mooi als je deze combinatie kan vinden? Ook voor het stukje ruimteaspect, want normaliter zie je de laadpalen op hele andere plekken staan, wat behoorlijk wat ruimte in beslag neemt. En dit is een mooie combi. Volgens de wethouder moet het financieel haalbaar zijn om de laadlantaarns op termijn door heel de stad neer te zetten. Want ook het neerzetten van die laadpalen, ja, dat kost natuurlijk geld. En als je de dingen kunt combineren, bespaar je centen. De laadlantaarns aan de Kerketuinenweg blijven in ieder geval hier nog 6 maanden staan.